Hey, ik denk dat nog niet iedereen gesubscribed. Het is like, we zijn er bijna. Oh. Subscribe even. Voor de artikel 13 er is er ook wel even gewoon die 400.000 subs. Snap je? Of misschien die 500.000. Hey, hoor. Subscribe to Aces. Subscribe to me. Mm-hmm. All the girls stop your feet like this. Artikel 13 is dus goedgekeurd en het komt er. Dus wat gaan wij doen? Gebruik gewoon een VPN. Het gaat me niet eens enkel meer om artikel 13. Het gaat gewoon om het feit dat de Europese Unie als hij fok om ons schrijft. En als we gewoon het goedgekeurd hebben zonder er echt bij na te denken. En als ons er niet eens info over geven. Ze zijn gewoon op ons hoofd aan het schijten, snap je? Ik ga een VPN gebruiken, like, hey, don't touch me. Als er mensen op jouw hoofd kakken en je doet een pet aan. Like, dat weet je ook niet, daar op je hoofd gekakt wordt. En dan herrie je de stront gewoon, snap je? Ik ga niet gewoon een fucking pet aan doen en doen alsof daar niks aan het gebeuren is. Zij screwen ons en wij gaan gewoon zeggen van, hey, we gaan VPN's, we gaan... Het internet gaat niet hetzelfde zijn. Niet iedereen gaat VPN's gebruiken. Weet jullie wat we allemaal moeten doen? Speech, speech, speech. Speech, speech. Ik heb nog altijd geen nieuwe lamp en mijn haar is nog altijd niet geknipt. Speech, speech. Wij gaan ons niet laten doen door de Europese Unie. Als het moet komen op straat en daarvoor ben ik nu echt superveel dingen aan het fixen. Ook al is het gewoon omdat het leuk is om met iedereen op straat te komen. Maar hey, de Europese Unie nukt ons. Wij laten ons niet zomaar doen. Ja, we kunnen VPN's gebruiken, like, dan is alles wat ze doen. Maar we kunnen ook gewoon tonen van, hey, motherfucker! Jullie zijn onze toekomst aan het verpesten. Jullie gaan doodgaan en dat ze twee hier maar... Daar gaan wij iets aan doen, ja. We gaan ervoor zorgen dat ze geen fuck meer kunnen doen. En dat kunnen wij doen. Want zoals ik al 1000 keer heb gezegd, het internet is van ons. Wij kennen deze plek beter dan iedereen. Dus wat gaan we doen? De deep web. We verhuizen gewoon met iedereen naar de deep web. Deep web is wel gevaarlijk, man. En daarmee bedoel ik dat... Al je informatie is shit en ze kunnen je hacken. Is fucked up. Maar de deep web heeft ook mooie kantjes. Hey, let's go to the deep web. What the fuck? Is de deep web, man. Hey, we zijn in de deep web. Wauw. Ik weet niet eens of ik echt zin heb om dit te doen, maar die oude computer is niet voor niks naar de klot te gaan helemaal. Ze kunnen ook door al de fucked up dingen die hierop stonden. Want uiteindelijk zo dark is de dark web niet. Het is alleen maar drugs en drugs en drugs en drugs en guns. En over guns gesproken, even tijd voor een commercial break. Pipashop.nl, jouw plek om pipa's, snivies, blasters en gear te kopen. Ben je nu geïnteresseerd in die .50 big ass kaliber of de brafu voor de G-Mets? Zijn Desert Eagles niet genoeg voor jou? Ben je echt een guy? Blaster om de hele hoed te poppen. De AK speciaal voor die anties. Zijn pipas en blasters niet te wel voor jou? Daar hebben ze ook nog niet vies. Met deze Nivi juke je al die coolies als een pakje boter. Mijn favoriet is de stiletto. Koop deze met mijn kortingscode. Subscribe! Deze Nivi is voor de dampoe die je bika gejakt heeft. Je rolt deze Nivi makkelijk de club binnen. 100. Yo, dat was het weer, man. Op de een of andere manier heeft deze plek eigenlijk wel altijd mijn aandacht getrokken. Zo speciaal dat je niet zomaar ergens op kan komen. Like, je moet echt al een link hebben om iets te vinden. Dus als je iets vindt, is het elke keer wel holy shit. Ik heb een paar linkjes. Ik heb videosites gekregen waar blijkbaar echt... Ze zeiden, like, doe het niet. Dan zag je eigenlijk gewoon van, hey, doe het wel. We beginnen hier. Ik was chatlobby gejoind. Tegelijkertijd gewoon ineens zat ik ook in een andere chatlobby. Dus ik dacht al van, hey, what the fuck. Er zaten redelijk veel mensen in, so I was like, hello, somebody here. Who has some crazy onions? Throws an actual onion at you. Ja! Zei iemand, ga slapen. Hey, if I was on my laptop, I would share some links. Hey, Phantom. Dus toch ga ik even naar die andere site. Just trying to find some fresh memes. Don't have it, man. Don't care. Toen ben ik eruit gekikt. Mink kikt. So far in deze rare chatlobby's. I ain't got shit, man. Ik krijg een linkje van de guy en ik doe hem open. Like... Oh, shit! You're on the deep web. Ik heb dit muziekje ineens ondergeëdit, man. Welcome to the deep web. My 1337, prepare for Mr. Skeleton to hack all your data's. Er is Seth Rogen's official website. Dat is nice, man. Kijk, uit deze chatlobby ben ik nog niet gekikt. Dus kijk hoe ver ik kan handen daar iemand NS gewoon zo'n link geeft. Of hij denkt van, ho. Hey, dat is mijn legal shit. Ik ga deze mensen niet pushen. Mijn geluidjes staan aan van deze chatlobby. Dus als ik een berichtje krijg, dan ping. Hey. Fuck you, I know. Hey, wat is copyrighted? More. Dit is al meer mijn muziek, man. Hey, more. Hey, is a pretty nice song, man. Shit, fuck met die copyright op muziek. Ik probeer er ook gewoon geld te verdienen aan de deep web video's. Dit is van die dingen die hierop staan. Wat is dit? Oh no, go fuck your... Ik weet niet wat dit is. Hey, wat is de ID van deze plaat? Kijk, dit Shazam. Oh, dat was...
Dat was het brechtgeluid, man. Wee, ik dacht, I'm not on my laptop. Hey, kom maar, Phantom, man. Can you please get on your laptop? Hey, Phantom, kom aan, bro. Ik heb gewoon een paar nice links nodig. Hey, ik stuur je free merch op als je me een paar links stuurt. Hey, het is een YouTube link. Het is geen deep web link. Send me some dark shit. We hebben weer gebracht. Maybe tomorrow. Hey! Ik ga morgen toch niet meer in deze chatroom zijn. Ik weet zelf niet meer hoe ik deze al gevonden heb. Come on, send now. Pussy. Well, now that you've called me a pussy, I'm not sending you anything. Fuck him, man. Suck my dick first. Oeh! Fat pussy. Heeft eentje al gestuurd, like, als dit een virus is. Hey, we going in. We going in! 5-4-3-9-4. Waarom zijn al deze dingen Russisch? Oké, dit ziet er eigenlijk wel gewoon oké uit. Pokémon Go! Ik dacht Pokémon Go, het gaat hack zijn voor Pokémon Go of zo. Het is Pokémon Go hash. Wat? Ik ga niet liggen. Het ziet er wel gewoon nice uit. Hé, hey, er stonden ook andere dingen bij. Dan ga je hash waren. Maar hey, daar ben ik niet aan geïnteresseerd. Pokémon Go Meth! Dit is de nieuwe Pokémon, man. Hey! I play Pokémon Go! Oké, okay, we zijn weer gewoon op random links aan het klikken. Hey! Zie je wel waar ik uitkom? Ik ben gewoon alle links die hier staan gewoon in één keer erin aan het zetten. Elke keer als ik dit soort video maak, dan ga ik gewoon dieper en dieper en dieper. En kom ik opeens op zo'n site. Ik weet niet eens meer hoe ik hier gekomen ben. Ik ben gewoon redirect naar een andere link. Ik probeer ook gewoon een fucking zieke link te vinden, toch? Op een bepaald moment zit je dan zo diep dat je denkt van, hey, ik heb gewoon nog wel zin. Dan sluit je heel dat ding af en dan verwijder je het van je computer. En denk je gewoon van, hey, I'm out. Walt Disney drugs. Hey, this is nice. That's actually some nice art. Ook op de deep web. Hey, you have some great art here. Gangbang shop. 5 sterren van 5. Dit is nice. Pagina 1, 2, 3, 242. 242 keer hetzelfde, hè. Audi Sport. Ik denk niet dat ze Audi's ver... Nee, tuurlijk niet. Wat is het wel? Nou, ik weet zelf niet wat het is. Gewoon een wit poedertje. Maar Audi Sport heeft geen sterren, man. This guy is a trusted seller, man. Nice, man. Heeft animaties en zo. Hey! Ja. I don't know. He looks nice. Hey, ja, ja, yeah, we got it, we got it. En dat je hier allemaal films kan downloaden. Last 2019, ja, dit zijn films. Dit is de torrent site. Wat is de naam van deze site? Deze site noemt... Rutor. Kijk, kijk, dus dit is Rutor. Are you looking for files? You should sure. Woe! Oké, deze site kan je dus films downloaden. Ik zie One Piece en zo hier ook staan. Er staat hier veel meer op dan op de Pirate Bay. Je kan hier ook naar dingen zoeken dat hij films zei. Je kan hier ook onions opzoeken. En hier heb ik allemaal download links van. Heb je van die dingen dat mensen zeiden van, hey, don't search him. Oké, zo, daar. Ik weet niet of ik canvas.mp4 wel opslaan, man. Ah, fuck it. Ja. Waar is het nu? Ik heb nu wel niks van meldingen gekregen dat ik iets had. Oeh, oeh, oeh. Oeh! Hey, hey, dat plaatje ziet er wel uitnodigend uit, man. Hey, maar dit ziet er ook weer zo uit. Hey! Hey! Ik wil deze shit niet op. Wow! Delete deze shit snel, man. Dus in het begin lijkt alsof daar gewoon een guy geslaan werd met een stok. Kijk, hij wordt inderdaad geslaan met stokken. Maar niet alleen met stokken. Like, hij wordt ook bekogeld met stenen die zo groot zijn. Hij wordt geslaan met een. Met een bijl. Op een bepaald moment hoor je ook gewoon geen geluid meer. Deze hond nog altijd op hem aan het slaan. Die fuck filmt dit! Oh, maar dit maakt mij zo para, man. Zo die filmpjes, die zijn fucked. Omdat gefilmd is en omdat iedereen het ziet. Maar besef hoeveel fucked op dingen daar gebeuren in de wereld dat niet gefilmd worden. Dat gewoon gebeuren, maar like, het is niet op de internet. Like. Ik weet ook niet hoe dat hier komt. Ik heb er nog een paar, ik weet niet of ik dat wil... Fuck it, man. Hey, ik ben wel een beetje shook, man. To Paradise, ik druk nu weer zo een link in. Om zoiets te downloaden en nu kom ik hier. Hey, let's go. Wat kunnen we nog verliezen? I don't fucking know. Vorige noemde ze ook canvas. Ja, deze noemt video 15544. Ik wil er eigenlijk niet op klikken, want ik toon de foto ook niet aan jullie, want dit is... Kijk, het is zo'n beeld, like, hier staat dat goed. De rest moet je niet meer zien. Ik ga deze zelf niet uitlachen.
Ik denk dat het gewoon een auto-ongeval was of zo. Hey, ik was beter bij die fucking Pokémon hash gebleven, man. Oh, my eyes. They hurt. Elke keer nadat ik dit opneem, snap ik ook waarom ik het niet doe. Ik wil deze shit niet zien. Hiervoor ben ik niet zo... Oh. Oh, waarom blijf ik niet gewoon bij Pokémon hash? Bedankt om te kijken naar deze video. Jullie hebben het niet gezien. Mijn ogen zijn eruit. Thanks for watching. Als deze video nog online staat, nice. If not, Arctic. Hey, subscribe even voor mijn kanaal, man. We hebben bijna die 400.000. Go 4 en 2 en 2. Ik was deze middag bij jullie voor een hamburger. En, Meneer, mag ik vragen, vinden wij het grappig of wel op een deftige manier zo? Vinden jullie dit normaal dat jullie zo praten tegen mij? Ja, eigenlijk zo, jammer, die praat zo tegen me.